In de Transo Zorgsalon van 14 maart spraken Ab Klink en Casper van Ewijk, Centraal Planbureau, over duurzaamheid van de zorg. Macro-economische thema's als de stijging van de zorguitgaven, het systeem van de zorg en het toekomstperspectief staan centraal. Een interview met Ab Klink. Politiek gezien is het grootste probleem ligt toch echt in de beheersbaarheid van de kosten. En dat met name ook in de langdurige zorg. En daarachter vandaan komen natuurlijk heel veel vraagstukken. Het is verleidelijk om te gaan denken om pakketten te gaan verkleinen, het eigen risico te verhogen. Om in langdurige zorg natuurlijk ook aan extra moralisering te werken en dergelijke. Dat zijn op zichzelf geen verkeerde maatregelen. Maar ik denk dat er nog heel veel te winnen valt via maatregelen die iedereen dient, namelijk meer aan kwaliteit te investeren. En dat meer centraal te stellen in de bekostiging, de contractering. Er liggen immense uitdagingen. Maar laten we eerst de verbinding zien te kunnen leggen tussen de verbetering van de kwaliteit en kostenreductie, voordat we de maatregelen nemen die pijnlijk worden voor mensen. Levert preventie een voordeel op in de kosten? Ja, in theorie wel. En in de praktijk zou het ook zo moeten zijn. Op het moment dat mensen minder eenzaam zijn en dus minder naar de AWBZ toe gaan of naar de huisarts toe gaan. Op het moment dat mensen minder verslavingsgevoelig zijn of beter eten en dergelijke, dat kan allemaal kosten besparen. Het nadeel is alleen op het moment dat je erin investeert, dan moet zich dat natuurlijk ook uitbetalen in het feit dat de mensen minder vaak naar het ziekenhuis toe gaan of naar de huisarts toe gaan. Als dat laatste gebeurt, maar aan de kant van het aanbod is er toch een prikkel en een neiging om dat op te vullen met andere zorg, ja, dan heb je eigenlijk onderaan de lat betaal je twee keer. Want dan betaal je zowel de innovatie als de oude reguliere kosten die door blijven lopen. En die twee opgeteld betekent hogere kosten. En dat is ook zo fnuikend eigenlijk voor allerlei vormen van innovaties en voor nieuwe initiatieven, dat je daar bijna altijd tegenaan loopt, tegen die fragmentatie van ons stelsel en dus de dubbele kosten. Terwijl het in aanleg wel degelijk lonend is. En niet alleen goed voor mensen is, maar zelfs ook voor de kostenreductie in aanleg. Maar dat verbeteren en zorgen dat die potentie er ook uitkomt, is volgens mij een van de grootste uitdagingen voor de zorgpolitiek. Het lijkt toch alsof er geen ideaal systeem bestaat voor de zorg. Bestaat het wel? Kan het wel? Ja, het ideale systeem van nu hebben we kant-en-klaar iets uit de boekenkast gehaald of uit de kast gehaald en we hebben een gereedschapskist en we halen dat eruit en dat passen we overal toe. Dat gaat niet werken. Maar we pendelen wel al decennia lang, en niet alleen Nederland, bijna alle landen, tussen budgetteren aan de ene kant, dan krijg je wachtlijsten, je krijgt gebrek aan productiviteit. En wachtlijsten zijn een enorm sociaal en medisch probleem. En dan gaan we vervolgens weer zeggen, we gaan prestatiebekostiging doen, dan verdwijnen de wachtlijsten, maar dan krijgen we even later weer hogere kosten. Nou, die pendelbeweging, daar moeten we uit en we moeten echt het systeem anders inrichten, waardoor je meer samenhang krijgt en waarbij kwaliteit uiteindelijk lonend wordt. En dat spreekt ook het meeste aan van apotheker tot en met medisch specialist om dat werken te doen waarvoor men dat beroep gekozen heeft, namelijk voor mensenzorg. Voor mij was 2008 in dat opzicht wel een belangrijk moment, een bezoek aan Amerika, waarbij de collega van de VS, mevrouw Sibelius, na het spreken over het systeem in Amerika en in Nederland zei, you've got the same problem as we have. You pay only contacts and pay in a fragmented way. En voor mij was dat gekoppeld aan literatuur die ik van Dennis Cortese van de Mayo kreeg en in Amerika over overbehandeling gesproken werd, toch echt een wake-up call om te zorgen dat je het systeem niet gaat scheiden van de medische inzichten en van de medische afwegingen die plaatsvinden. Op het moment dat je dat doet, dan gaat het systeem een eigen dynamiek creëren die eigenlijk afbreuk doet aan de intenties van de meeste specialisten. Voorbeeld, op het moment dat je denkt van we gaan per eenheid product betalen en je bent je niet bewust van het feit dat je daarmee een prikkel neerlegt om meer te diagnosticeren, meer te gaan behandelen, terwijl dat voor patiënten niet altijd beter is, ja, dan scheid je te veel het systeem aan de ene kant en de medische inhoud aan de andere kant. Die twee met elkaar verbinden langs kwaliteitslijnen lijkt mij de grootste opgave voor de toekomst. En daar ben ik gelukkig ook in begonnen in 2009. Want anders zou ik me ook wel een beetje schamen, eerlijk gezegd.